Een hele goede avond allemaal en leuk dat jullie allemaal kijken. Of gaan kijken natuurlijk nog, hè, want dit is een live video die ik maak op onze Facebookpagina. En natuurlijk kun je deze altijd later terugkijken. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Hendrik Lewis en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dealer Lewis in Roden. Nou, wat gaan we doen in deze 10 à 15 minuten? In deze 10 à 15 minuten laat ik u de nieuwe Opel Mokka X laat ik die zien. Ik ga daarin alle punten ga ik daar langs. En natuurlijk, als er vragen zijn, dan kun je die gerust stellen. Ik kan uiteraard hieronder in deze balk die hierin staat. Maar natuurlijk kunnen we altijd daarna ook wel of mailen of appen. Noem het dan maar op. Nou, ik zou zeggen, bent u klaar voor? Hier laat ik u de nieuwe Opel Mokka X. Laat ik u zien. Kijkt u mee. En dit is hem geworden. Dus de Mokka is in 2012 is die uitgekomen. En er zijn natuurlijk heel wat veranderingen, die gaan we allemaal lopen weer doorheen. Als allereerst wat natuurlijk opvalt is de voorkant. De voorkant die is weer geheel vernieuwd. En eigenlijk deelt hij ook de voorkant qua lijn met de nieuwe Opel Astra. En die zien we hier. En je ziet ook heel veel vergelijkenissen. Je ziet dat hij strakker is ten opzichte van de vorige editie. Nieuwe grill heeft hij ook. En er zijn nog mooie nieuwe kenmerken, waaronder het AFL LED-verlichting. Daar kom ik zo nog op. Nou, daarnaast beschikt deze auto ook over 17-inch lichtmetalen velgen. Heeft hij uiteraard standaard. Daarnaast kunnen er ook nog 18-inch of zelfs nog 19-inch velgen kunnen ronden. Nou, als we de zijkant gaan bekijken, dan is hij eigenlijk hetzelfde gebleven als de vorige editie. En, waarbij hij ook nog goed was uiteraard. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is een nieuwe kleur, amber orange. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het hier uiteraard ook achter. Het is echt een nieuwe metallic kleur, oranje uiteraard. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als we de achterkant gaan bekijken, dan zien we dat die ook vernieuwd is. En met name ook de achterlichtunits. En, het zijn details uiteraard, maar hij heeft ook meer kleur gekregen. Hebben bij de vorige Mokka X eigenlijk tot hier begon het... Achterpunt bij kunstafval. Nu is het geel in de kleur verder gespoten. Nou, daarnaast, wat ik al zei, de Mokka X heet die. En natuurlijk ben ik ook benieuwd van wat jullie daarvan vinden. En misschien heeft er iemand een idee van waarom eigenlijk de Mokka X is genoemd. De Mokka, we gaan achterin de kofferruimte kijken. Nou, dan zien we hier trouwens dat ook een achteruitkamer op deze auto zit. Dus inderdaad super handig. Ik kan het zo nog even laten zien als we in de auto gaan. Nou, ik hoop dat jullie het zien. Het is wel een beetje donker. Maar hij heeft inderdaad een kofferruimte van waar 356 liter in kan. Daaronder zien we daar ook nog opwegruimte. Met het reservewiel. Het ruimtebespaard reservewiel. Wat deze auto nog heeft. Nou, ik zie dat qua licht natuurlijk niet zo prettig is om naar te kijken. Parkeersensoren zitten ook op deze auto. Die bevinden zich aan de achterzijde. Nou, als we naar de rechterkant toe gaan, dan zien we uiteraard. Gaan we er binnen toe het dashboard. Nou, en dat is eigenlijk het derde wat eigenlijk ook heel erg veranderd en verbeterd is. Ik kom er zo nog verder op terug. Het is het dashboard is strakker. Het zijn nieuwe navigatiesystemen. Echt super mooi is dat geworden. Nou, zo langzamerhand komen we weer naar de voorkant. Nou, wat ik net ook al zei, na deze voorkant is natuurlijk nog iets veranderd. Daar is ook de verlichting. Deze auto is voorzien van AFL LED verlichting. Nou, ik zal laten zien hoe dat eruit ziet. Dan gaan we even naar binnen toe. Dan draai ik even de verlichting aan. En dan zetten we even op contact. Zo. Nou, kijk, je ziet natuurlijk twee hele mooie LED-verlichting zie je in de koplamp. En het mooie ervan is als ik nou de richting aangeef. Dan zie je dat de bovenste ook de richting aanwijzer dan de verlichting aangeeft. En ook uiteraard hier aan de zijkant. En doen we hem weer terug. Dan is uiteraard weer gewoon de LED-verlichting. Nou, hier zitten dus 9 verschillende lichtbundels zitten hierin. Dat is echt, als je s'nachts rijdt, super handig, super makkelijk. Hij past zich er precies aan van waar je rijdt. Rij je in een stad, geeft hij een andere lichtbundel dan wanneer je op de snelweg rijdt. Hij doet automatisch groot licht aan. Nou, wij hebben deze auto staan, dus ik zal zeker een keer aanraden. Heb je een keer zin om dat een keer in het echt te bekijken, en dat ook live. Dan ben je van harte welkom om daar een proefrit te maken.
Nou, dat is nou op het moment aangebroken. Gaan we nou naar de binnenkant van de auto. We beginnen even met de stoel. Dit is een ergonomische comfortstoel. Deze stoel die is meerdere mieren verstelbaar. Hij is elektrisch, is hier kantelbaar. Hiermee. En daarnaast heeft hij ook nog een lendersteun voor in de onderrug. Deze uitvoering is met geheel leer. Maar deze is uiteraard ook in stof te verkrijgen. Super handige stoel, super mooie stoel ook. Biedt enorm veel steun aan de zijkant in de onderrug. Noem het dan maar op. Nou, verder zien we aan deze kant, zien we hier nog uiteraard de ramen zijn elektrisch bedienbaar. De spiegels uiteraard ook en ook elektrisch inklapbaar. Deze uitvoering heeft die standaard. Drukt op de knop en heel makkelijk gaan ze naar binnen. En aan de andere kant uiteraard weer naar buiten. Nou, als we dashboard gaan kijken, dan zien we hier de verandering dat dit eigenlijk ook wat rustiger oogt. Er zijn minder knoppen en dat is eigenlijk ook wel over de gele lijn ook wel het kenmerk van de nieuwe Mokka X. Ik ga er even in zitten. Nou, we zien hier ook het dashboard, de tellers zien we inderdaad ook vernieuwd. Komt ook wel een beetje van de nieuwe Opel Astra, diezelfde lijn. Nou, in het middenste gedeelte, in het grote scherm, kun je heel mooi de informatie zien. Wat is mijn brandstofverbruik? Hoeveel kilometers kan ik nog rijden op de tank? En daarnaast geeft hij ook de snelheid aan. Nou, en deze auto heeft nog een extra pakket. Dat is het safety pakket, zoals we noemen. En dat wil zeggen dat hij dan ook nog een volgafstand bijhoudt met de voorligger. In seconden uiteraard. En hij leest ook de verkeersborden. Ook super handig. Je kan dus precies ook zien van hoe hard je hier mag, et cetera. Nou, als we naar het dashboard toe gaan, of naar het navigatiesysteem toe gaan, dan zien we inderdaad dat het navigatiesysteem verplaatst is. Bij de vorige Mokka zat het inderdaad hierboven. En nu zien we dat het hieronder verplaatst is. Het is het Navi 900 systeem, komt van de nieuwe Opel Astra ook. Het heeft inderdaad ook de functie met onder andere een Apple CarPlay, gaan we zo laten zien. En in de toekomst ook Android Auto. Nou, hoe ziet het eruit? Heel makkelijk, heel mooi, mooi overzichtelijk ook. Je kunt heel makkelijk hier bijvoorbeeld naar audio toe. Kun je inderdaad alles beluisteren, je favoriete radiozender opzoeken en programmeren. Nou, daarnaast de telefoon, die kunnen we gewoon koppelen via de Bluetooth. En daarnaast heb je hier nog de Apple CarPlay functie. Kom ik zo nog op. En navigatiesysteem. Dit is gewoon een vast navigatiesysteem. Met heel Europa. Het werkt ook super snel. Je kan inderdaad ook met je vingers kun je inderdaad ook de schaal nog vergroten. Bestemmingen voeren gaat ook heel makkelijk. Adres, noem het dan maar op. Allemaal mooie, makkelijke, grote knoppen ook. En je kunt zo weer je bestemming dan invoeren. Daarnaast zien we uiteraard de instelling SMS berichten. OnStar gaan we zo ook verbinding maken met OnStar, leg ik zo ook uit. Maar eerst gaan we even naar Apple CarPlay. Die bevindt zich hier. Nou, daarvoor dien je een iPhone telefoon te hebben, een iPhone 5 of hoger. Ik zie daar ook wel mensen alweer kijken. Goedenavond Frans de Hooyer, leuk dat je meekijkt. Johannes Dol is me ook leuk. En Josanne, ook leuk dat je meekijkt. Nou, uiteraard zie ik ook dat Jonathan Sandker en Job Oosterhof ook meekijken. En Richard de Vries. Hartstikke leuk allemaal dat jullie meekijken. We gaan verder met Apple CarPlay. Nou, je sluit dus de telefoon aan via het snoer. In de toekomst zal dat misschien nog uiteraard via de Bluetooth of wifi gaan. Maar nu is het nog via de kabel. Nou, dan zie je dat je eigenlijk heel snel belangrijke punten dan ziet. Ik zie je vraag, Eddie, hoor. Ik zal zo eventjes kijken, maar dat heeft hij inderdaad niet. Eddie Popma vraagt van dat hij de verlichting mist in de buitenspiegels. Daar heeft hij niet, maar hij zit wel aan de zijkant. Ik ga dat zo nog even voor je laten zien. Goedenavond, Ambi. Leuk dat je kijkt. Nou, we gaan dus verder met het scherm. Je ziet dus de belangrijkste punten van de iPhone, zie je dus gelijk in je scherm. Je telefoon, nou, je muziek, dat werkt gewoon via iTunes. Daarnaast kaarten, pakt hij de navigatie over van de telefoon. En dan zie je eigenlijk hier heel makkelijk het navigatiesysteem. Voordeel van dit is dat het altijd up-to-date is. Goedenavond Mark trouwens. Voordeel van dit is dat het altijd up-to-date is. En dat je mooi altijd het meest recente navigatiesysteem hebt. Berichten, hij leest dus gewoon je sms berichten voor. Nou, ik zal deze niet doen, die is van Laurens, dus ik zal zijn berichten niet voorlezen. Maar daar kun je dus je sms berichten kun je dan voor laten lezen. En je kan ook spraakgestuurd, kun je ook nog een bericht verzenden naar diegene. Nou, je kunt podcasts luisteren, audioboeken ook. Spotify heeft dus ook een mogelijkheid.
Hè, klik je daarop, dan pakt hij uiteraard je favoriete muziek, waar je dan hebt. Dus ik weet niet of Laura Spotify heeft, maar al je favoriete muziek pakt hij daar mee. Echt super mooi en super handig werkt dat inderdaad ook. Nou, we zien hieronder het kachelsysteem. Daar is inderdaad ook rustiger geworden, ook minder knoppen. Nou, waar we nu zitten is eigenlijk de meest luxe uitvoering, is de Edition uitvoering. Die heeft standaard ook een klimaatcontrole, waarbij je dus links en rechts de temperatuur kunt instellen. En deze auto heeft leer, dus die heeft dan ook meteen het winterpakket met stoelverwarming en met stuurverwarming. Nou, de koude periode komt er weer aan, dus dat is echt ideaal. Nou, naast de verkeersbordherkenning, het safetypakket, is dit ook onderdeel van lane departure warning. En dat wil zeggen, van als je van de weg af gaat, dan een beetje de berm in, dan geeft hij uit een waarschuwing. Ik zie dat Albert een vraag heeft gestuurd van hoe zet je de navigatiemelding uit in het dashboard tussen de snelheidsmeter en het toerental. Ik heb die vraag al eerder, ik ben nog bezig om dat uit te zoeken. Ik heb er nog niet een antwoord van Opel. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het zelf ook niet, kwam ik er ook niet uit. Dus ik heb die vraag bij Opel neergelegd. Dus ik kom er zeker op terug zodra ik meer weet. Dus dat... En of het uiteraard mogelijk is. Maar bedankt voor je vraag. We gaan nu kijken naar Opel OnStar. Nou, Opel OnStar zit standaard op de luxe innovation uitvoering. Opel OnStar is eigenlijk een communicatiesysteem. Er zijn drie knoppen. Bij de Mokka is het in de binnenspiegel. Sommige auto's hebben het ook in het hemeltje. Aan de ene kant heb je hier de wifi. Nou, klik je die OnStar. In. Kunnen we hier zo op het wifi-internet, informatie over uw wifi via een wachtwoord en uiteraard via de hotspot. U naar de handleiding voor de eigenaar. Annuleren. Nou, de wifi is 3 maanden gratis. We hebben nu ook een leuke actie dat je dat voor 3 jaar gratis krijgt. Dus dat is inderdaad heel aantrekkelijk. Goedenavond Roy trouwens, leuk dat je ook meekijkt. Daarnaast hebben we hier de serviceknop. Nou, dat is de blauwe knop. Daar ga ik zo verbindingen maken. En daarnaast hebben we hier de SOS-knop. En de SOS-knop is inderdaad als je rijdt en je voelt je niet goed in de auto. Of je ziet een ongeluk. Of je hebt pech met de auto, noem het maar op. Je kunt daarop drukken. Ze zullen gelijk contact opnemen met de auto. En vragen of ze de hulpdiensten kunnen sturen. Het is uiteraard geen probleem als je de per ongeluk keer opdrukt. Dat is uiteraard niet. Nou, en wat eigenlijk de basis van ons daar is eigenlijk die botsherkenning. Dus als je een ongeluk krijgt en de airbags gaan uit... Dan zal automatisch een melding komen van bij ons daar. Neem ze de contacten met de auto. Vragen ze, is alles goed? Zijn er geen gewonden? En dan sturen ze gelijk de hulpdiensten ernaartoe. Nou, we gaan nou contact opnemen met ons daar. Ons daar zit in Luton in Engeland. Dank u wel en tot ziens. En daar gaan we contacten mee opnemen. En daar gaan we een navigatiebestemming invoeren. Dus doen we net of we nou aan het rijden zijn. En of we een bestemming gaan invoeren. Ik druk op de blauwe knop. Verbinding met OnStar wordt tot stand gebracht. Nou, dan zien we inderdaad hier dat die verbinding opneemt met OnStar. Het is 24 uur per dag is het bereikbaar. Kan ten behoeve van de kwaliteitsbewaking worden opgenomen. OnStar, ik spreek met Kelvin. Hoe kan ik u helpen? Goedenavond Kelvin. Ik spreek met Hendrik Lewis van Opel Dealer Lewis in Roden. Ik wil graag even een bestemming invoeren in het navigatiesysteem. Oké, één moment alstublieft. Ja, dat kan ik gelijk voor u doen. Waar wilt u heen? Nou, we willen graag naar het Zuiderdiep in Groningen. Het Zuiderdiep, zei u? Ja, helemaal. Oké, één moment. Ik ga het nu even voor u opzoeken. Oké, Groningen, Zuiderdiep. Ja. Studenten Zuiderdiep. Yes. In Groningen. Ik ga dat nu even voor u doorsturen. Maar zodra dat ik het doorstuur, het zal de verbinding automatisch verbreken. Ja. Dus als u dan de instructies volgt op uw scherm en geen knoppen drukt totdat het gedownload is, dan komt u wel aan bij bestemming. Is er iets verder dat ik voor u kan betekenen vanavond? Nou, je mag ook nog wel de deuren vergrendelen voor mij. Ja, geen probleem. Eén moment. Dat ga ik zo voor u doen. Dat kan nog een moment duren. Alvast bedankt voor uw geduld. Helemaal goed. Goedenavond Willem, trouwens ook leuk dat je kijkt. Oké, één moment. Mijn excuses voor het ongemak, ik ben nog even bezig om wat te doen. Ja, we staan al binnen trouwens, ik weet niet of dat nog een probleem is. Nee, ik heb nog niet een poging gemaakt. Oké, dan is het goed. Nou, we hebben alle tijd hoor. Goedenavond Sylvia. Oké, dus ik ga ze nu vergrendelen. Ja.
Kijk eens aan, de deuren zijn dicht. Nou, je mag ze wel open doen. Ja, en nu weer open. Helemaal goed, hartstikke leuk. Oké, en dan kan ik verder nog een vroeg. Nee, voor de rest niet. Ik zie de bestemming in het navigatiesysteem tegemoet. Oké, dan ga ik dat doorsturen. En dan ga ik u een fijne avond toewensen. En dank u voor het gebruik van ons. Dag. Helemaal goed, ook bedankt. Fijne reis. Oké, dag. Nou, je ziet inderdaad hier dat de bestemming gedownload wordt. Uw OnStar-gesprek is beëindigd. Tot een volgende keer. En hij staat erin, gerende Zuiderdiep in Groningen. En ik hoef alleen nog maar op gaan te drukken. En hij... Sla na 200 meter af naar rechts. Hij zal de bestemming inderdaad invoeren. Dus dat... Nou, je ziet het echt super, super makkelijk. Nou, kijk... Heel veel adressen kun je invoeren. Maar als je bijvoorbeeld een bepaald hotel moet. Of je moet een bepaalde afspraak. Je kan het zo opvragen. Zij zoeken het op. Of je zegt van nou. Ik wil dichtstbijzijnde Chinezen in de buurt. Kunnen ze ook opzoeken. Ze kunnen meteen zien van nou. Is het een beetje lekker eten daar. Noem het allemaal maar op. Ik zie dat Job een vraag heeft. Komen er ook in nieuwe auto's het OnStar. OnStar zie je dat het nu eigenlijk op de luxe uitvoeringsstandaard zit. En daarna zie je dat het eigenlijk bij de andere modellen ook gratis is nou. Dus dat is ook een actie. En ja, wie weet komt er in het nieuwe jaar komt dit er allemaal standaard in. Het is trouwens de service dienst, net zoals we net deden, is een jaar gratis. En wifi is 3 maanden gratis. Nou, nu hebben we dus een actie dat het 3 jaar gratis is. Daarna kun je inderdaad ook het altijd verlengen door middel van een abonnement. Nou, dat is het in het systeem inderdaad. Als we verder gaan kijken, heeft deze auto ook een schuif- en een kanteldak. Nou, ook dat is echt super mooi. Staat ook heel mooi natuurlijk bij deze kleur, hè, het zwarte dak. En die kan inderdaad open en dicht. Gaan we even laten zien. En daarvoor zitten hier twee knoppen. Aan de ene kant kunnen we inderdaad zo dicht doen. En aan de andere kant kan die zo heel mooi open. Waardoor je inderdaad ook een... uiteraard lekker is. Nou goed, dan komt natuurlijk de winterperiode wel aan. Maar voor de zomer is het echt ideaal. Ik zie dat er nog twee mensen in zijn geschakeld. Tinus, goedenavond. En Mark, ook goedenavond. Leuk dat jullie ook kijken. Nou, voor degene die mij niet kennen. Mijn naam is Hendrik Lewis. En de mensen die net ingeschakeld zijn, uiteraard heet ik van harte welkom. Nou, zo hebben we dus de binnenkant van de auto bekeken, het infotainment systeem. Nou, we lopen nog even een zijkantje nog rond. Nou, kunnen ook zeggen dat de Mokka trouwens 4,28 meter lang is. Dus dat hij is niet langer dan de vorige. De vorige was ook 4,28 meter. Hij is net zo lang als de Open Marieva, om een voorbeeld te geven. Goedenavond, Marit. En hij is natuurlijk in verschillende kleuren leverbaar. En die hebben we hier allemaal staan. Nou, dat zijn lekker allemaal metallic kleuren. En blauw of wit metallic is ook een heel populaire kleur. Heel donkerbruin. Grijs metallic. Dan weer nieuwe grijze kleur. Donkergrijs, quantum gray. Mineral black. En hij is er ook in dark sea blue. En de standaard kleur is eigenlijk royal blue. En dit is inderdaad nog een witte kleur. Witte kleur is niet meer een standaard kleur, betaal je inderdaad een kleine meerprijs voor. Nou, hij is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Met verschillende motoren. Hey, je praat over een 1.6, daar begint het bij, 115 pk. En daar gaan we over naar een 1.4, 140 pk. Auto mag 1200 kilogram mag die trekken. Hij is er in een automaat met een 1.4, 140 pk. En hij is inderdaad ook nog met een nieuwe motor. En dat is een 1.4, 6 traps automaat met 152 pk. Uiteraard is hij ook op B-fuel leverbaar. Ja, dus dat was de vorige ook, deze uiteraard ook. Ook een 140 pk op LPG dus. En de LPG tank bevindt zich in de kofferruimte. En daarnaast is hij ook in diesel. Hè, voor de mensen die veel kilometers rijden. Valt hij ook in 110 pk 1.6 diesel. En daarnaast is hij nog in 136 pk. Nou, de bijtellingscategorie, hè, voor de zakenleider. Het begint bij 21% nu nog. Volgend jaar gaat het allemaal naar 22%. Dus. Nou, verschillende uitvoeringen, wat ik ook al zei. Hè, dus de standaard zit natuurlijk al heel veel op. Dus de selection uitvoering. Daarnaast hebben we nog de Edition. Dat is het airconditioning. En lichtmetallen velgen heeft hij dan ook weer. Lederen stuurwiel, elektrische ramen achter. En daarnaast is hij een luxe Innovation uitvoering. Dat is eigenlijk het model die we hierachter...
Nou, ik zie dat Wilfred een vraag heeft. Komt er ook Dynamic Cruise Control op de Mokka? Nou, zoals ik het nu heb, zit het er niet op. We hebben wel de nieuwe Opel Zafira, die heeft het wel. Dus, maar de Mokka die heeft het inderdaad nog niet. Misschien dat het nog komt, ik durf het daar niet te zeggen. Maar ik zal er navraag van doen bij Opel. En ik zal het aan je terugkoppelen. Goedenavond Jacqueline, leuk dat je kijkt. En Ami ook bedankt voor je compliment, hè, dat het een prachtige auto is. En Jan ook bedankt uiteraard, leuk dat je kijkt. Hè. Dus dat, Nou, ik weet niet of jullie verder nog vragen hebben. We hebben inderdaad al heel veel besproken. Er zijn natuurlijk ook wel vragen die ik van tevoren heb gehad. Het zijn bij mensen hier in de showroom. Of het zijn mensen die mij al een bericht hebben gestuurd. Nou, en dat is ongeveer de vraag van hoeveel kilogram aanhanggewicht mag de Mokka trekken. Nou, dat is 1200 kilo bij een benzine of bij LPG. En daarnaast mag die 1500 kilo trekken bij de diesel. Dus dan mag hij inderdaad wel meer mag die daarmee als aanhanggewicht hebben. Nou, wat verder ook nog een vraag is van mensen van, ja, hoeveel brandstof kan er eigenlijk in de tank? Nou, dat is, het antwoord daarop is 53 liter. Bij de LPG is het 48 liter. De LPG tank mag je altijd minder in dan een benzine. En de diesel mag 52 liter mag daarin. En wat ik ook misschien wel weet, misschien weten mensen het wel. Ik was dus benieuwd van, weet je ook waar deze gemaakt wordt? Kijk, het is natuurlijk Opel, een Duits merk. Maar ik was benieuwd van, ja, waar wordt die gemaakt? Weet iemand dat? Typ het hierin. Wie weet, ga je met de eer vandoor. Dus dat, ik verklap één ding, het is niet in de buurt. Dus je moet er wel even reizen, maar... Goedenavond Alex, ook leuk dat je kijkt. Dus dat, Nou, goede vraag. Ami, de X heeft niet echt met luxe te maken. Dus hij is eigenlijk in dezelfde uitvoering als de vorige. Alleen ze hebben dit een facelift. Hè? En normaliter bij een facelift was inderdaad altijd dat je gewoon dezelfde naam hield. En nu zie je dan dat er daar een X achter gezet wordt. Dus daar is eigenlijk, dit is ook het eerste model van Opel wat een X-aanduiding krijgt. In de toekomst zult dat ook meerdere modellen krijgen. Maar het heeft eigenlijk te maken dat eigenlijk versie 2, zo te kunnen noemen. En X is ook natuurlijk wel een mooie term. Nou, ik zal het antwoord geven waar die gemaakt wordt. Dat wordt gemaakt in Zuid-Korea. Dus wat ik al zei, het is niet hier ver vandaan. De fabriek is namelijk op twee punten wordt die gemaakt. Hij wordt in Zuid-Korea gemaakt. En hij wordt gemaakt in Zaragoza. In Spanje. Dus dat en uit de Nederlandse markt. Ja, dan zien we dat de auto's inderdaad uit Zuid-Korea dan komen. Het is natuurlijk wel iets langer leeftijd. Leeftijd moet je ongeveer denken dan 4-5 maanden. Dan hebben wij ook heel wat auto's op voorraad. We krijgen ook nog modellen binnen. Dit is de eerste Mokka die we binnen krijgen. We krijgen ook nog over een paar maanden een automaat. Met die nieuwe motor nog. Dus die 152 pk. En onze rest van modellen die zullen we ook tegen het eind van het jaar ook krijgen. Dus dat is helemaal goed. Ja, dankjewel jullie. Inderdaad, een mooie auto is het geworden. En zeker echt de lijnen van de Astra, die natuurlijk al heel succesvol is. Dus dat klopt. Nou, ik heb zo mijn woordje gedaan, mijn presentatie gedaan. Als er nog vragen zijn, dan uiteraard dan kunnen jullie die nu nog stellen. En daarnaast kunnen jullie inderdaad ook nog... uiteraard later nog stellen. En daar zou ik altijd dat antwoord op geven uiteraard, zodra ik het weet. Nou, ik wil u nogmaals vriendelijk bedanken voor het volgen van deze presentatie. Ik hoop dat jullie het leuk hebben ervaren. Ik zie dat er nou nog inmiddels 35 man aan het kijken is. Nou, dat vind ik echt boven verwachting ook. Nogmaals, hartelijk dank. Als er nog vragen zijn of jullie willen een proefrit maken... Auto het echt bekijken, noem het dan maar op. Je bent van harte welkom. Anders natuurlijk mijn 133 in Roden. Ik ben er. Mijn naam is Hendrik Liewers. Maar daarnaast is mijn vader Wim Liewers. Koert of Robert. Onze andere verkoop zijn uiteraard ook aanwezig. Nou, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. En tot ziens.